Yo man van Dutch Gaming en leuk dat jullie kijken naar Assassin's Creed Unity, de DLC van The Dead King. We maken eigenlijk gewoon even een beetje de Dead King sectie af, denk ik. Gewoon maar, ja, maak gewoon af. Bonsoir, we're closed. Someone is looking for you. Who? The Marquis. Elise? 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 Wait! Elise! Stop! Maar kan je er niet eens onderuit uithalen nog? Oh. Het gaat wel heel erg hard, moet ik zeggen. Check. Hey, kom op. Niet klooien. Huppakee, sorry. Ik kan niet al die drie parcours doen. Who are you? We only took a couple sous. Here. Haha, sukkel. I've been looking for you, monsieur. Thank you for returning, Leon. Ja, hij is wel een beetje boos. I once had a son. I'm sorry. No. He's alive. I left him. I began the orphanage afterward. Lol. Sometimes love is a prison. His father taught me that. This, the orphanage, this is my true calling. Leon tells me you could have been the savior of France. Children. Madame Margot. Maar god. He's behind the orphanage. Lol, ze wist gewoon wat ik wou zeggen. Waar is hij dan, hè? Oké. Nou, ik heb geen zin om overal tussendoor te rennen, dus we gaan er gewoon overheen. Dat vind ik altijd leuker om te doen. Dan lopen om dingen, tunnels, bruggen. En dit gaat ook denk ik een stukje sneller. Zeker met deze touwen. Tudu, padapap. Kom op. Eigenlijk kunnen we ook gewoon weer terug naar Frans, maar ik kan dat doen, maar eigenlijk dat is eigenlijk wel het doel wat ik eigenlijk wil gaan doen. Gewoon eerst Unity afmaken en dan naar de DLC's toe. Eigenlijk is deze video, als deze video eigenlijk online zou komen, dan is hij eigenlijk al een tijdje oud. Dat geef ik gewoon eerlijk toe al. Oh. Hey. Little man. Ha, lol. 3 days until my ship sails. So what? I'll get the artifact. Then I'm gone. Lol. Fine. But how? Do you have a map to the temple in your coat? Ja, eigenlijk wel. The list of relics. Painting in the cavern. I knew I'd seen those plates before. They're drawn here. This one is missing. I'm being serious. Well, see. Meet me upstairs once you find the other two. Oui, monsieur. Lol. Kids. Beginnen we ook nooit aan. Nou, dat was een korte missie. Oh nee, dan niet dit soort shit weer. Ik haat deze shit echt altijd. Damn it. Ik had toch al rustig lopen, of wat? Voor je moeder. Kom op. Let's roll. Miss of relics. Toen moeten we weer politiegebouw in.
Oh, zo casual mogelijk doen hier binnen. Hoe kom ik boven dan? Hoe de fuck kom ik hier boven? Gewoon via de trap. Oké, mooi. Kijk, ben jou hier mooi naar boven? Nee. Hoe de fuck kom ik hier boven dan? Is het niet of zo dat ik hier. Oh, wacht. Lol. Shiften dan? Nee. Hier kan ik wel naar boven toe. Ga omhoog. Echt serieus. Jullie op. Weghouden. Pak ik wel dat grote. Dan neem ik dat die grote deur wel. Echt serieus. Zo, te zoveel gevraagd, blijkbaar. Ja, helemaal boven natuurlijk. Helemaal boven in de fucking kerk. Nou ben ik te hoog. Nou. Ja, up, chop chop. Terug. Ah nou, kom op. Dit komt veel te lang, man. Deze trap. Oké. Lees. Oké. Ik lees het niet eens, maar oké. Okay. Dat maakt niet uit. Dat is het volgende punt. Oké, okay, dat zijn denk ik die glow sticks. Stomme spul die ik nodig heb eigenlijk. Ik hou daar niet van. Ik hou niet van puzzeltjes. Daar krijg ik jeuk van. Ik ben allergisch voor puzzelstukken. Helemaal als het iets is met lichtgevende dingetjes. Niet, want dit heb ik eigenlijk al een keer gedaan op de telefoon. Dus het tweede raadsel zit niet daar. Jezus Christus. Die zit dan in het kantoortje weer. Dat is het eerste raadsel. En het tweede raadsel. Tweede raadsel. Hier, waar ben ik die tegengekomen? Zit voor mij op een muur. Moet ik weer echt los het eerste raadsel op. Even denken, wat zat hier? Kijk, wat zat het eerste fucking raadsel? Daar zat het eerste regie. Dit is dan, hier moet ik het eerste raadsel. Waken, staren, broeden, gehoren, monsters onder het huis van God. Mij zat hier ook zoiets. Um,
Die heb ik toch al gepakt of wat? Zakken. Val gewoon! Echt groot brood in eerste klas. Kijk, daar zit hij. Je bent vermoeiend. Arno, je bent heel erg vermoeiend voor nu. Wat? Nee, maar jij bent wel met pensioen. En mensen, ik ga de puzzels even buiten de camera oplossen. Sorry, ik doe het meestal met camera erbij, maar ik haat deze dingen echt serieus. Dit kost me echt super veel tijd zo. Dus mensen, tot... eigenlijk moest ik dus naar die uitroepteken gaan in plaats van dat vraag van die puzzel op te lossen. Dus laten we daar even mee verder gaan. Dat is eigenlijk gewoon bullshit, die puzzel. Nou, oké. Okay. Althans, dit denk ik. Dat ik dat als eerste moest gaan doen. Maar, oh, jezus. Jezus. Ik ben niet zo slecht. Maar mensen, ik ga dat de volgende keer maar even behandelen. Misschien doe ik dit wel even buiten de camera, omdat dit best wel kutstootjes. Ik denk eigenlijk dat dit gewoon buiten de camera gedaan wordt. En, sorry daarvoor, maar ik had op zoek op internet hoe dat moet. En, ja. Stay dance, mensen. Abonneer je op Dude Gaming en laat een like achter ons op Facebook, Twitter en op Twitch. En laters.